Breda Nu. Je weet het meteen. Het is vandaag Nationale Geluidshinderdag. Ervaren de Bredana's ook wel eens overlast van geluid? Wij gaan het vragen. Nee, gelukkig niet. Nee, eigenlijk niet. Bijna niet. Nee, bijna nooit gelukkig. Ik woon zelf op een goede plek, dus ik heb er weinig last van. Geen vervelende buren. Dus voor mij niet. Nee, ik heb helemaal geen... Maar je moet je er nu overal aan storen. Ja, af en toe last van de trein omdat hij achter ons huis langs rijden. En natuurlijk F-16's en helikopters eroverheen vliegen. Omdat de legerbaas achter ons huis ook is. Hier kwam een motorrijder langs met enorm veel herrie. Normaal kan ik er wel goed tegen, maar niet als je in zo'n straatje zit. Dat vind ik doodzonde. Ja, ik woon zelf in de Hoge Vught en er wordt ontzettend veel geluid, met auto's veel geluid gemaakt. Nou, één keer een verjaardag in het jaar, in de buurt zeg maar, en dat hoor je dan eventjes. Maar ja, goed, dat mag geen naam hebben. En voor de rest geen blaffende honden of mensen die aan bladblazen zijn, grasmaaien, huilende baby's, auto's met harde muziek? Nee, eigenlijk niet. Het is best rustig wijk. Op het sporen en het vliegveld nader. Als bijvoorbeeld op zondag iemand in zijn tuin met hoge drugsspuit bezig is, dat vind ik ook niet prettig. Nee, nou, het zal een uitzonderlijke keer in een politieauto zijn of zoiets. Maar nou, wat ik al zei, geen vervelende buren of elke zondag de grasmaaier. Nee, dat niet. Geen structurele dingen. Ik woon vrij rustig. Ik woon in Baren. Voor de rest heb ik geen last van geluid, nee. Buiten soms het evenementen dan, waar je dus op de grote markt zit, dat wel. Ja, zeker overlast heb ik daar wel eens last van, ja. En waar moeten we dan aan denken? Herrie op straat, vooral 's avonds als mensen terugkomen vanuit de stad. Ja, bovenburen die te hard stampen op de vloer. Ik nooit eigenlijk. Ik woon in een hele rustige buurt en in een klein dorpje. Dus ik zie nooit last van eigenlijk. Ja, voor de rest valt dat eigenlijk wel mee. Ik heb wel eens... Dat mensen boven ons gewoon echt zo hard lawaai aan het maken zijn, terwijl je eigenlijk probeert te slapen omdat je de volgende dag eruit moet. En voor de rest, daar word je een beetje kriegel van dan. En die kleine maakt ook geen geluid, want ik denk wel dat u de opa bent. Maar... Ja, nou, die maakt af en toe wel geluid, maar het valt ook mee. Dus. Dat valt niet onder de noemer geluidszin. Nee, nou, soms wel. Breda Nu. Je weet het meteen.